Welkom bij deze UHD-lezing van het strategisch programma Kanker en het UMC Utrecht. Dit zijn live gestreamde voordrachten die sinds vorig jaar worden gegeven door recent benoemde universitair hoofddocenten of in goed Nederlands associate professors, die benoemd zijn binnen het UMC Utrecht en het strategisch programma Kanker. De lezingen zijn bedoeld voor een breder publiek, collega's, familie, vrienden en andere belangstellenden. Mijn naam is Jeroen Hagendoorn, ik ben chirurg en tevens lid van het dagelijks bestuur van het strategisch programma Kanker. En ik heb vandaag de eer om Dr. Willeke Bloks te introduceren. Dr. Bloks studeerde geneeskunde in Nijmegen. Zij werd opgeleid tot patholoog in het Radboud UMC. Die opleiding ronde zij af in 2000 en zij combineerde vervolgens een baan als staflid patologie met het doen van onderzoek. Dit leidde tot haar promotie op het gebied van huidtumoren aan de Radboud Universiteit in 2005. Vervolgens werkte zij een aantal jaar als staflid en was zij ook verantwoordelijk voor de specialistenopleiding tot patholoog. In 2018 stapte ze over naar UMC Utrecht, waar zij op dit moment werkt als patholoog gespecialiseerd in dermatopathologie. Uit de voorbereidingen voor deze lezing werd mij duidelijk dat collega Bloks een bijzondere combinatie vertegenwoordigt van onderzoek doen en onderwijs geven. Zij heeft inmiddels een uitgebreide onderzoekslijn opgebouwd op het gebied van de moleculaire diagnostiek van melanocytaire lesies en melanoom. Ze heeft eigen funding van onder andere KWF en begeleidt promovendi. Ze is auteur op meer dan 100 wetenschappelijke publicaties en vormt met haar collega's in UMCU een topreferentiecentrum in Nederland voor de diagnostiek van melanocytaire lesies. Tegelijkertijd is zij, zoals ik al zei, opleider geweest voor patologen. Zij gaf onderwijs aan studenten, wetenschappers en specialisten in opleiding en ze gaf vele internationale lezingen en cursussen, onder andere van de Europese Oncologieorganisatie EORTC. Dit alles heeft ertoe geleid dat Dr. Bloks onlangs is aangesteld als associate professor bij de divisie Lab en binnen het strategisch programma Kanker. Ze zal voor ons nu een lezing geven over haar vak en haar onderzoeksprojecten met als titel Het moedervlekmysterie. Collega Bloks, aan jou het woord. Ja, dank u wel. Welkom allemaal bij mijn UHD-lecture. En ik wil u heel graag meenemen in het moedervlekmysterie, zoals reeds gezegd. Als we even bij de basis beginnen, als het gaat over moedervlekken, dat zijn goedaardige tumoren van pigmentvormende cellen. En pigmentvormende cellen die vinden we in de huid. Dit is een schematisch plaatje van het epiteelbekleding van je huid. En deze octopus die hier ligt, dat is een melanocyt. Op het moment dat we in de zon komen en de zon die bestraalt onze huid, dan wordt deze melanocyt actiever, die gaat meer pigment vormen. En dat pigment gaat deze melanocyt afgeven aan de epiteelcellen die bovenin liggen. We krijgen dan een bruine kleur. En dat heeft een functie, want daardoor worden wij beschermd voor de zon en krijgen we minder huidkanker. Als patholoog zie ik de huid normaal gesproken in een HE-coupe. Dat is de meest gebruikte coupe in de microscoop en tegenwoordig op een digitaal beeldscherm. En dan zijn die melanocyten eigenlijk heel onopvallend. Dat zijn die hele kleine ronde celletjes die hier liggen. En we kunnen die melanocyten met speciale kleuringen nog wat extra aankleuren en dan zie je ze hier heel mooi bruin oplichten. Nou, dat zijn de melanocyten, maar dat is nog geen tumor van melanocyten. Als we het hebben over moedervlekken, het voorkomen van moedervlekken, dat is denk ik een onderwerp wat ons allemaal raakt. Want gemiddeld hebben we allemaal ongeveer 30 moedervlekken per persoon. En als je realiseert dat we inmiddels met meer dan 17 miljoen mensen in Nederland zijn, dan hebben we met z'n allen ruim meer dan 500 miljoen moedervlekken. De meeste moedervlekken zijn niet aangeboren, maar die ontstaan in de eerste 20 levensjaren. Over het algemeen, soms krijg je ze ook nog wat later. En ongeveer 1 op de 100 baby's heeft een aangeboren moedervlek. En hier zie je een plaatje hoe een doorsnee moedervlek eruit ziet als je naar de buitenkant kijkt. En dit is wat wij dan als patholoog door de microscoop kunnen zien. Hier zie je weer die epiteelbekleding en hier zie je de nestjes van melanocytaire cellen. Moedervlekken fascineren mij, maar hebben in de loop der eeuwen ook anderen gefascineerd. In de middeleeuwen bijvoorbeeld dacht men dat moedervlekken een duivelsteken waren. En hier zie je een schilderij van een overigens onbekende schilder, waarbij een jonge vrouw wordt onderzocht op de aanwezigheid van moedervlekken. En de moedervlekken die geassocieerd waren met een duivelsteken waren vooral moedervlekken die op de rechterschouder zaten of op de dijen. Op het moment dat zo'n verdachte moedervlek werd gevonden, werd er door chirurgijnen of door beulen een priem ingestoken en als er dan geen bloed uitkwam of deed niet pijn, dan was dat een teken dat deze vrouw contact had gehad met de duivel en kon ze eventueel
gefolterd worden. Nou, gelukkig zijn we inmiddels een stukje verder en gaan we wat beter om met onze moedervlekken. Maar ook als je kijkt naar hoe in China wordt omgegaan met moedervlekken, daar hebben ze hele mappen, face reading en ook body reading maps van de plek waar je moedervlekken zitten op je lichaam of op je gelaat. En afhankelijk van waar die moedervlekken zitten, zijn ze geassocieerd met bepaalde eigenschappen. En moedervlekken die heel erg in het gezicht zitten, dus bijvoorbeeld op je voorhoofd, zijn geassocieerd met slechte eigenschappen. Terwijl moedervlekken die bijvoorbeeld in je wenkbrauwen voorkomen, geassocieerd zouden zijn met goede eigenschappen. En natuurlijk is er ook een fascinatie met moedervlekken als schoonheidsperspectief. En ik denk dat een van de allerberoemdste moedervlekken deze moedervlek daar op de bovenlip is bij Marilyn Monroe. En er werd wel beweerd dat die moedervlek van haar niet echt zou zijn. Want als je in de babyfoto kijkt, dan zie je die moedervlek niet zitten. Maar ik heb net verteld dat de meeste moedervlekken pas op latere leeftijd ontstaan. En dat klopt dus eigenlijk heel goed. Wat verder bijzonder is en opmerkelijk is dat als je kijkt naar die face reading map, dan zie je dat deze moedervlek geassocieerd is met een laag zelfbeeld. En Marilyn Monroe werd dood in haar slaapkamer aangetroffen terwijl ze 36 jaar was. En het idee is dat zij is overleden aan zelfmoord. Dus wie weet zit er toch meer waarheid in de face reading maps dan wij denken. Nou, mijn fascinatie met moedervlekken en met melanocytaire tumoren, die ligt daarin dat ik heel graag zou willen begrijpen waarom de ene persoon een moedervlek heeft die klein is en als schoonheidsideaal wordt ervaren. Waarom weer een ander een moedervlek krijgt die aangeboren is, heel groot is en vaak als ontsierend wordt ervaren. En weer een ander een moedervlek heeft die kwaadaardig wordt en uiteindelijk kan leiden tot overlijden van een patiënt. Als we willen snappen hoe melanocytaire tumoren ontstaan, dan moeten we eerst begrijpen waar melanocyten überhaupt vandaan komen. En dan moeten we eigenlijk terug naar de embryonale ontwikkeling. In de 8e week van de embryonale ontwikkeling, als wij nog in de baarmoeder zitten, dan ontstaan de voorlopers van melanocyten hier in dit gebied. En dit is het gebied waaruit later de wervelkolom en de hersenen ontstaan, de neurale buis. En in deze neurale crest liggen de voorlopercellen van de melanocyten. Die melanocyten gaan dan heel geordend bewegen naar het eindorgaan. En dat is in de meeste gevallen de huid, de haarfollicles en je epithel van je huid. Hoe krijgen we nu tumoren van deze melanocyten? Nou, dat komt bijna altijd doordat er een mutatie of een translocatie in genen optreedt. En die eerste translocatie of die eerste mutatie noemen we de driverafwijking. En die genen waarin die afwijking optreden, dat zijn vaak genen die betrokken zijn bij de celdeling van melanocyten. En doordat die afwijking in die genen optreedt, krijgen we tumorgroei. Bij zo'n mutatie moet je voorstellen dat je DNA wat in je celkern zit eigenlijk een hele lange reeks van letters is. En bij een verandering van die lettercode, bijvoorbeeld hier verandert de B in een F, krijgt het woord een hele andere betekenis, ga je een ander eiwit vormen en daardoor kan je ook een andere functie krijgen en kan een cel aangezet worden tot celdeling. Een ander fenomeen, een andere genafwijking is de translocatie of een fusie, waardoor je een melanocytaire tumor kan krijgen. En dan wordt er een stukje chromosoom aan een ander chromosoom geplakt en ook daardoor kan een eiwit een andere functie krijgen en een gen een andere functie krijgen. We weten inmiddels dat genetische afwijkingen bij melanocytaire tumoren een hele belangrijke rol spelen. We weten dat bij de gewone moedervlekken bijvoorbeeld heel vaak een BRAF-mutatie optreedt. En dit is een belangrijke mutatie, want die mutatie blijft aanwezig als je een melanoom krijgt. En die mutatie is ook met gengerichte behandeling te behandelen. We weten dat deze hele grote aangeboren moedervlekken, dat die vaak veroorzaakt worden door een NRAS-mutatie. En je ziet hier een kind met een hele grote aangeboren moedervlek. En hier zie je een histologisch plaatje van hoe dat eruit ziet. En deze hebben dus andere mutaties dan in de standaard moedervlekken. Een andere vorm moedervlek die we vaak zien is of die we niet zo vaak zien, maar wel een bijzonder type moedervlek is, vaak lastig te diagnosticeren. Dat is een spitsnevus. Deze spitsnevus heeft juist niet die BRAF en die NRAS-mutatie waar ik het net over had, maar vaak een HRAS-mutatie. En in ongeveer 50% van de gevallen vinden we fusies in genen, zoals in ALK, ROS en het NTRK-gen. Deze spitsnevi komen niet zo vaak voor, maar zijn vaak wel
klinisch, dus zowel voor de dermatoloog als microscopisch voor de patholoog, heel lastig te onderscheiden van melanoom. Het zijn vaak rode lesies, dus niet typisch bruin. Ze groeien vaak snel. En als je door de microscoop kijkt, zie je veel grotere cellen dan je in een standaard moedervlek of nevus ziet. En dat maakt dat deze lesies toch heel vaak verdacht worden voor melanoom. Nou, ik heb net verteld dat moedervlekken vaak ontstaan door een genetische afwijking, maar soms is het een combinatie van zo'n genetische afwijking, een mutatie of een fusie, in combinatie met een stoornis in de migratie van de melanocyten in die embryonale ontwikkeling. En dat geldt bijvoorbeeld bij deze congenitale nevus. Daarvan weten we nu, dat hebben we zelf ook mede onderzocht met een groep in Engeland, dat deze melanocytaire lesies ontstaan door een hele vroege embryonale mutatie in het NRAS-gen, waardoor deze kinderen dus en de grote reuzenmoedervlekken op hun lichaam krijgen, maar ook een kans lopen om proliferatie van melanocyten te krijgen in de hersenvliezen, zoals je hier ziet. Je ziet een bruine verkleuring rondom de hersenen, maar ook rondom het ruggenmerg. En hier zie je een hele brede band. Dit witte is nog een stukje oorspronkelijke ruggenmerg. En dit bruine is allemaal melanocytaire proliferatie. En je kan je voorstellen dat dit eigenlijk altijd tot grote problemen en vaak ook overlijden leidt van patiënten, omdat dit verdrukking geeft van het ruggenmerg en van de hersenen. Nou, dit waren eigenlijk allemaal tot nu toe goedaardige lesies van melanocytaire tumoren. Maar een grote probleem is natuurlijk het melanoom. Dat is een kwaadaardige tumor van melanocyten. In Nederland hebben we ongeveer 7000 melanoompatiënten per jaar. En als je bedenkt dat er 500 miljoen, of meer dan 500 miljoen moedervlekken zijn, kan het dus heel lastig zijn voor een dermatoloog, voor een huisarts, voor een chirurg, om het lelijke eendje, het melanoom, te herkennen op de huid van een patiënt. Het melanoom is wel een hele agressieve vorm van huidkanker. Ongeveer 20% zaait uit en jaarlijks overlijden er ongeveer 800 tot 900 patiënten aan melanoom. En als moedervlekken kwaadaardig worden, dan blijft de genetische driverafwijking, zoals bijvoorbeeld die BRAF-mutatie, wel aanwezig. En dat kan een heel goed aangrijpingspunt zijn voor gengerichte therapie. Dus de genetica heeft ons hier niet alleen geholpen bij het stellen van een diagnose, maar ook heeft ons aanknopingspunten voor behandeling gegeven. We weten nu ook dat bij het kwaadaardig worden van melanocytaire tumoren, hier zie je de moedervlek, even verbeeld door het schaap, met hier de, hoe het er klinisch uitziet, mooi scherp begrensd bruin bolletje. Hier is het melanoom, nou hier door de boze wolf. En we zien dat als we van moedervlek naar melanoom gaan, dat je meer afwijkingen krijgt in genen. Bij het ontstaan van een moedervlek heb je vaak maar één drivermutatie of translocatie. Maar krijg je een lesie die meer atypisch is, dat noemen we vaak een melanocytoom, of een melanoom, echt een kwaadaardige tumor, zien we extra mutaties, bijvoorbeeld in het TET-promotorgen, en ook extra chromosoomafwijkingen. Stukjes van chromosomen nemen toe of nemen af, en dat noemen we kopienummervariaties. Dus onze moderne kijk op melanocytaire tumoren is best wel veranderd, en de genetica en de moleculaire pathologie speelt een hele belangrijke rol. We weten nu dat verschillende typen van melanocytaire tumoren andere genetische afwijkingen hebben. Daardoor kunnen we ze beter diagnosticeren en classificeren. Zo'n juiste diagnose geeft ook dat we beter patiënten kunnen behandelen en ook een betere voorspelling kunnen doen over de uitkomst. En dat verschil in een genetische driver geeft ook de mogelijkheid tot behandeling, bijvoorbeeld gengerichte behandeling bij kwaadaardige tumoren. In 2018 is de classificatie van melanocytaire tumoren herzien en is er een nieuwe WHO-classificatie gekomen van melanocytaire tumoren. Daarin worden er 9 melanoomsubtypes of pathways die leiden tot melanoom onderscheiden. En in elke pathway zijn er 4 progressiestappen. Dat begint bij een nevus met 2 tussenvormen van lesies, melanocytoom, en uiteindelijk is het eindpunt in elke route of elke pathway een melanoom. Deze WHO-classificatie is heel allesomvattend eigenlijk, of veelomvattend. De mate van duur- en zonblootstelling bij het ontstaan van melanoom is mede bepalend voor de classificatie van het melanoom. Het meest voorkomende type melanoom vinden we in de eerste route. Dat is het superficieel spreidende type melanoom. En dat is een melanoom wat we vooral zien op huid die
matig aan zon is blootgesteld. En dan moet je denken aan je huid op je armen, benen en romp. In die tweede en derde route vinden we melanomen die extreem veel zonexpositie hebben gehad. Bijvoorbeeld een lentigo maligna type melanoom zien we vaak bij ouderen met langdurig zonbeschadigde huid. Verder is in die WHO-classificatie ook de klinische context meegenomen. Zoals je hier ziet is bijvoorbeeld in die zevende route melanoom, dat heel specifiek ontstaat in zo'n grote aangeboren moedervlek, die gelukkig wel heel zeldzaam is. En 1 op de 500.000 kinderen treft die geboren wordt. En verder is ook de locatie van de tumor en van het melanoom van belang voor de classificatie. In die vijfde pathway vinden we bijvoorbeeld melanomen die acraal gelokaliseerd zijn, wat wil zeggen dat ze op handpalmen en voetzolen zitten. In de zesde pathway melanomen die in je slijmvlies zitten. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan melanomen die in je mondholte of in je neusbijholte ontstaan. En in de negende pathway vinden we bijvoorbeeld het oogmelanoom. Dus behalve huidmelanomen heb je ook nog zeldzame melanomen elders. Daarnaast spelen natuurlijk de microscopische kenmerken van de tumor nog steeds een rol. Maar die rol wordt wel wat bescheidener, want we zien nu dat de genetica toch vaak heel erg bepalend is. In die vierde pathway vinden we bijvoorbeeld de maligne spitstumor of het spitsmelanoom. Want ik liet straks een plaatje zien van de spitsnevus, die benigne is. Maar ook deze lesies kunnen uiteindelijk kwaadaardig worden, hoewel dat zeldzaam is. En we zien nu dat eigenlijk de genetica steeds meer en steeds belangrijker is geworden in de classificatie van melanocytaire tumoren. Ik heb er even twee pathways uitgelicht. Die eerste is weer die pathway met het meest voorkomend melanoomtype, superficieel spreidend en ook wel nodulair melanoom. En dan zie je dat daar bijna altijd mutaties optreden in de BRAF-gen of in het NRAS-gen. En kijken we bijvoorbeeld naar de groep van de maligne spitstumoren of het spitsmelanoom, zien we daar andere mutaties, bijvoorbeeld in het HRAS-gen of fusies in genen zoals ALK, ROS en NTRK en nog andere. Dus deze genetica is eigenlijk heel erg belangrijk geworden. En dat geldt ook voor die indeling in die vier progressiestappen of een lesie goedaardig tot de tussengroep hoort, dan wel kwaadaardig is. Ook daar gebruiken we de genetica. Dan kijken we of er een TET-promotormutatie is en dan kijken we of er bijvoorbeeld kopienummervariaties zijn. Wat zijn nu problemen waar wij als patholoog tegenaan lopen bij het beoordelen van melanocytaire tumoren? Nou, het is maar een klein deel van de melanocytaire tumor wat atypisch wordt. En dan spreken we van melanocytoom of kwaadaardig en dan spreken we van melanoom. En met een microscoop alleen kan het soms ontzettend lastig zijn om een melanocytoom en een melanoom te herkennen en te onderscheiden van een goedaardige moedervlek. En ook de indeling in de juiste WHO-route kan lastig zijn zonder dat we moleculair onderzoek hebben gedaan, zonder dat we weten welke driverafwijking op moleculair gebied een rol speelt. En ook weten we eigenlijk nog niet precies welk melanoom uiteindelijk uitzaait en leidt tot overlijden. Er zijn wel een aantal kenmerken van melanoom, zoals de dikte of de aanwezigheid van ulceratie, wat wil zeggen dat het epiteel kapot is. Dat heeft zeker een rol bij de prognose, maar exact voorspellen welke patiënt uiteindelijk uitzaaiingen krijgt of gaat overlijden aan het melanoom, dat kunnen we nog niet. En de juiste diagnose en de voorspelling van die prognose is natuurlijk wel heel erg van belang voor de behandeling. Want we hebben tegenwoordig mooie nieuwe behandelingen voor melanoom, maar dat zijn ook hele dure behandelingen met allerlei bijwerkingen. Dus je wil graag alleen patiënten behandelen waarvan je weet dat die baat hebben bij die behandeling. Als patholoog hebben we problemen bij het beoordelen van melanocytaire tumoren en dat komt voor een deel omdat een aantal melanocytaire tumoren ontzettend veel op elkaar lijken. En dan kunnen we de tumor heel lastig indelen in de goede WHO-pathway. Hier zie je een plaatje van chihuahuas en muffins. En een deel van de melanocytaire tumoren zie je eigenlijk een beetje hetzelfde probleem. Dit is een maligne spitstumor en dit is een superficieel spreidend melanoom. En als je alleen maar een HE-koepel kan beoordelen, kan dat onderscheid ontzettend lastig zijn. Is dat belangrijk? Ja, dat denken we wel. Omdat we weten dat de prognose van maligne spitstumoren beter is dan van conventionele, gewone melanomen. Dus op termijn ga je misschien patiënten ook anders behandelen. Nou, dit is een van de artikelen die recent is uitgekomen. Wat ook laat zien dat moleculaire testen de patologiediagnose duidelijk verbeteren. 20 expertpathologen hebben hier gekeken naar melanocytaire lesies. Eerst alleen naar koepers en vervolgens met de genetische informatie erbij.
En wat je zag was dat met die genetische informatie in 41% van de gevallen er een andere diagnose werd gesteld dan met alleen microscopiebeelden. En het superficieel spreidend melanoom, wat een veel voorkomend type melanoom is, werd met genetische informatie, als je weet dat er een BRAF-mutatie in zit, veel beter herkend en onderscheiden van spitstumoren. En de overeenkomst in de beoordeling van pathologen werd ook veel beter. En ook de spitstumor, die dus soms kan lijken op een melanoom, werd veel beter herkend met genetische informatie. Dus de conclusie van deze studie was dat moleculaire testen de klassificatie in de juiste WHO-pathway zeker verbeteren. Maar in deze studie werd eigenlijk geen verbetering gezien in klassificatie van lesies als goedaardig in de tussengroep of maligne. Dus er zijn nog wat kennishiaten in de huidige WHO-klassificatie. We missen nog objectieve criteria om goedaardige lesies en melanocytomen en melanomen in alle gevallen met zekerheid van elkaar te onderscheiden. En er zijn ook nog steeds lesies waarin we überhaupt nog geen genetische afwijking vinden. Dus die kunnen we ook nog niet goed klassificeren. Ik wil even twee onderzoekslijnen uitlichten die wij hier in het UMC in Utrecht hebben uitstaan. De eerste onderzoekslijn is een onderzoekslijn die gaat over de moleculaire pathologische diagnostiek van met name die tussengroep van lesies. Waarbij we willen kijken van welke genetische afwijkingen onderscheiden nu goed benigne, de tussengroep en de maligne lesies van elkaar. En kunnen we genetische kenmerken vinden die een agressief beloop van een melanocytaire tumor of een melanoom voorspellen. Op dit onderzoek werkt promovendus Giel Ebbelaar, ook in opleiding tot dermatoloog in het LUMC. En dit project hebben we middels een subsidie van het Hanhard Fonds kunnen we dat doen. En binnen datzelfde project willen we ook met kunstmatige intelligentie gaan kijken of we modellen kunnen ontwikkelen die melanocytaire tumoren beter voorspellen. Zodat we sneller en ook eventueel goedkoper een diagnose kunnen stellen. Misschien in de toekomst zelfs zonder moleculaire test te doen. En hierop werkt promovendus Ruben Lucassen. Hij is afgestudeerd aan de TU in Eindhoven. En ook dit is mede mogelijk gemaakt door het Hanhard Fonds. En we hopen dat deze promovendi heel prachtig werk gaan verrichten. Wat gaan we precies doen? Heel in het kort eventjes. Wat we willen doen is de beelden die wij onder de microscoop zien, tegenwoordig zelfs digitaal op het beeldscherm, die ingescande beelden, die willen we in een computer gaan invoeren. Dat samen met de klinische informatie en ook bijvoorbeeld de uitkomst van zo'n patiënt ingeven in de computer. En ook de moleculaire gegevens van zo'n tumor geven we in de computer. De computer gaat vervolgens algoritme maken en we hopen dan dat uiteindelijk er een labeltje uitrolt waarbij wordt gezegd deze tumor is een spitsnevus, want hij heeft een HRAS-mutatie. Het gedrag is volledig goedaardig. Als je de lesie er helemaal uit hebt gehaald, hoef je er niks meer aan te doen. Of de tumor is een superficieel spreidend melanoom, heeft een BRAF-mutatie. Je moet deze tumor behandelen volgens de melanoomrichtlijn. En als de patiënt eventueel uitzaaiing ontwikkelt, kan je deze patiënt behandelen met gengerichte therapie. Nou, dit model moet natuurlijk heel goed getraind worden en vervolgens ook weer gevalideerd worden op andere tumoren. Maar ik denk dat hier echt veel toekomst in zit. En het voordeel is dat moleculaire testen, alles bij elkaar, kosten ruim €2000. En dat is het zeker waard, denk ik, om de juiste diagnose bij een patiënt te geven. Maar het duurt ook 2,5 week voordat de uitslag er is en dat geeft ook veel onrust. Als zo'n algoritme heel goed zou werken, kunnen we eigenlijk binnen één dag, binnen een paar uur een diagnose leveren. Dus dat zou heel mooi zijn als we dat voor elkaar krijgen. Nou, de weg voor ons die is vast niet helemaal geëffend. Ik zei straks al dat er nog best wel wat melanocytaire tumoren zijn waarin we geen afwijkingen vinden. Of we vinden vreemde afwijkingen die we nog niet helemaal kunnen plaatsen. Maar mijn uiteindelijke streven is wel dat elke patiënt met een melanocytaire tumor de juiste diagnose gaat krijgen, een goede voorspelling van de prognose en daarmee ook de beste gepersonaliseerde behandeling. En daarmee wil ik u graag danken voor uw aandacht. Heel mooi verhaal. Hartelijk dank voor deze presentatie. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk zal zijn dat je veel ervaring hebt met onderwijs geven. Want de presentatie is heel helder, zeker voor een onderwerp wat iedereen aangaat. De meeste mensen hebben wel een moedervlek of kennen iemand die een moedervlek heeft.
Ik leer er zelf van dat een moedervlek geen moedervlek is en een melanoom geen melanoom. Maar dat we heel veel ontwikkeling hebben over moleculaire diagnostiek en behandeling die daarachter zitten. En wat dat betreft, prachtig onderzoek. Daar mogen we als UMC Utrecht heel blij mee zijn. En daar hopen we nog heel veel van te horen. En ik wil jou en je naasten natuurlijk ook heel hartelijk feliciteren met de associate professor benoeming. En voor de mensen thuis, bedankt dat u gekeken heeft naar deze UHD-lecture. En we hopen dat u er veel van geleerd heeft. En we hopen u bij de volgende UHD-lecture weer te zien. En die is op dinsdag 1 november aanstaande. Dus bedankt voor het kijken en tot dan.